Goedemorgen mensen, sorry. De moeheid valt mee. De moeheid valt mee. Ik ben vroeg gaan slapen, alleen ik heb echt heel erg zo'n vol voorhoofd. Zo'n bonzend voorhoofd, echt heel irritant. Nu is Jelle al sinds gisteren ziek en vandaag nog steeds. Dus ik hoop niet dat ik dat ook krijg. Ik ga in ieder geval wel even recyclen, want anders zit ik er de hele dag niks te doen. Want ik heb niet heel veel te doen vandaag, behalve campagne filmen. Dus ja, ik ga even mijn espressootje op drinken en dan ga ik richting recyclen. Het is aan het sneeuwen. Zo, ik ben thuis. Het was echt een ziek heftige les. Oh. En Jel is helaas nog steeds echt ziek. Dus die ga ik vandaag lekker verzorgen. En ik moet wat campagnes filmen. Ik heb meetings. Ik heb deze week best wel nog een drukke week. En ik ga volgende week weg. Dus ik denk dat daarom alles op deze week neerkomt. En ik hoop gewoon niet dat ik ziek word. Want ik voel me ook een beetje zo. Dus ik hoop niet dat het erger wordt. Dus ja. Ik heb echt hoofdpijn, man. Ik ga eventjes ontbijt maken zo. Maar eerst even rusten. Even lekker gedoucht. En hier zit mijn zieke kind. Ik had aan de volgers verteld dat je ziek... Of aan de volgers, aan de kijkers, dat je ziek bent. Vervelend, hè? Wil je vertellen wat je hebt? Nee. Maar ja, ik ga vandaag gewoon een beetje voor jou zorgen. En wat werkdingen doen. En we moeten even pakketjes ophalen, bla bla. Dus dat nemen jullie weer lekker mee deze hele week. Ik heb er zin in. Ik heb mijn haar uitgefeund. En dan ligt hier een wiekjochie op mijn schoot. Maar goed, ik vind het nu dus weer bruin lijken, Jel. Rood. Vandaag is rood. Maar goed, ik had eigenlijk een meeting om 3:30, maar die is verplaatst naar 3:30. En ik moet nog wat opnemen voor een campagne. Dus misschien dat ik dan die meeting mis. Maar goed, dat. Hallo mensen, ik heb de zieke Jel even van de bank getrokken. Hij moet ook even frisse lucht krijgen. En we hadden heel veel karton. Dus dat gaan we even weggooien en het pakket ophalen. Ik moet zo meteen nog iets filmen voor een campagne. En dan is het alweer avond, hè Jelski? Voel je al wat beter? Klein beetje. Zielig. Pakketten opgehaald. Maar wat ik dan echt nooit snap, is dat elke keer als ik iets van vind het bestel, dan zeggen ze, het is er. En dan kom ik eraan en dan is het er niet. Dat had u echt niet verwacht. Dat had ik dus nu weer. Dus ik kan nu morgen weer of zo daarheen. Maar goed, first world problems. Not. Dus Jel en ik gaan nu boodschapjes doen. Heb je al een beetje honger, Jel? Niet echt, hè. Zielig. Maar je bent wel gelukkig, toch, dat ik je vriendin ben? Ja. Yeah. Woehoe! Je lijkt wel blauw, zoals die vrouw in die documentaire van gisteren. Silver. 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 Hele rare documentaire gekeken gisteren. Oké, we zijn weer thuis en we zitten weer precies op dezelfde plek. En ik even blij. Ik vind het wel gezellig eigenlijk dat je ziek bent. Dan hoef je niet te werken. Dus elk probleem, ja, heeft zijn voordeel. Dan ben je lekker bij mij. Dat is toch leuk? Hmm. Nou dan. Poep, poep, poep. We gaan zo even, ik ga even. Poep, poep. Ik ga zo even lekker weer een salade zoeken. En we gaan lekker chillen samen. En een beetje opruimen vanavond. Hey Jel. Zo, ik heb een lekkere salade gemaakt en voor jou wat crackertjes en wat soep. En we gaan nu even verder kijken met de documentaire van Robbie Williams. Die waren al begonnen. Ik ben wel benieuwd hoe dat verder gaat. Oh, en ik heb een broodje met een beetje hummus erbij. Ik heb eigenlijk de hele dag niet veel gegeten, dus ik dacht dat kan. Zo, wij liggen in bed. We waren weer lekker samen in slaap gevallen, schat. Op de bank. Dus we gaan lekker pitten. Slaap lekker. En Jeltje voelt zich eindelijk wat beter. Het is fijn. Slaap lekker. Morgen mensen. Zo, wij hebben lekker uitgeslapen. Ik heb nu een meeting. En het begint letterlijk nu. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik daarna lekker ontbijten. Ik heb al gedoucht. Ik ga even mijn skincare op. En vanmiddag ga ik iets leuks doen waar ik heel veel zin in heb. Maar wat wel ver rijden is, maar ik heb er wel veel zin in. Hi. Ik heb een lekker koffietje gemaakt. Ik heb nog geen honger, dus dat ga ik gewoon niet eten. Jel is voor zichzelf even een lekker ontbijtje aan het maken. Want die heeft dus de afgelopen dagen helemaal niks gegeten. Dus hij moet nu wel even wat eten. En ik ga dus een nieuwe grill laten maken. Dus ik ben er heel erg blij mee. Want ik heb natuurlijk binnenkort die awards. En dan moet ik wel shinen aan de loper. Dus ik ben al helemaal bezig met mijn outfit. Proost! Zo, hier is mijn lunch. Leuk uitzicht. Jelle die games. Zo, we zitten in de auto, we gaan onderweg. Ik ga nu naar de, ja, waar ik mijn tooth gems laat maken. Tooth gems, wat leuk. Ik. Ja. Real. Daar gaan we nu heen. Ik ben allemaal really excited. Bedankt voor de
Gabriel. Lijkt wel dood, man. Maar ja, wel overal als mij. Ik wel een healthy kleurtje. Ah! Spooky het spookje. Zo, we zijn weer ready. Nou, wordt echt mooi, hè, Jel? Prachtig. En Eddie is ook echt een topper. Kobe ook. Kobe en Eddie. Kobe en Eddie. Het zijn toppers van de mensen en honden. Staan we wel hier? Verdomme, Jel. En dan staan we nog eentje hoger, denk ik. Mijn vriend, die kan echt niks. Oh, oh, oh. Maar ja, waar die dan is, ik heb helemaal stress van, joh. Oh, hier is de wc, denk ik. Zeg maar, we liepen. Er stond zeg maar zo'n rat. Helemaal stress hiervan. Maar weet je, die auto gaat nergens heen. Ja, staat hij dan niet hier? Dit is 4. Hier zit ook een man die het ook niet weet. Er zit dan nog één omhoog. Komt een zooi. Ik denk dat we nog één omhoog staan, Jel. Jelly. Ja. Yeah. 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 Vertel wat leuk zo'n kerel. Hoi, hoi, hoi. We zijn weer thuis en we gaan even een kleine pot gamen. En Hendrik komt zo meteen, die komt lekker schoonmaken. Kippenpoep voor Nicole. Kippenpoep. En dan vind ik het gewoon vervelend als we de hele tijd hier zitten. Dus we gaan even ergens Indiaans eten. Bij mij in de buurt. Indiaans. Indiaans eten. Indiaans. Indiaans eten. Doei. Goedemorgen mensen. Zo. Nou, het is vandaag woensdag. We zijn ik ga sporten met Lau, dus altijd lekker vroeg. Ik heb wel een nieuwe sportbroek, die niet van mijn reet zakt. Hoe mooi. Van Osho. Osho. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. En van harte welkom bij Lingo. We hebben twee geweldige teams. O-Y-S-H-O. Tip van mijn volgers. Ik heb opgevolgd, maar doei. Gek en strek, oh het is te gek. We hebben meldingen gekregen van geluidsoverlast. En van mogelijk huiselijk geweld. Oh, dat kan wel kloppen, ja. Dus trap je op. En waar mensen bijvoorbeeld ook nooit zien aankomen, dat is de beenveeg. Kijk, als ik zo... Gaat het? Go. Zo. Hap, hap, vouwen. Alles los. Hap, hap, hap. Lisa. Lisa. Zo, ik ben weer lekker thuis en ik heb net tijdens mijn bril op. Ik dacht dat ik hem kwijt was. Maar dat was niet zo. Ik vond hem gisteren in de kast. Wij zijn natuurlijk weer even aan het gamen samen. Het is ook echt game weer gewoon. Lekker binnen zitten. Maar ik moet zo meteen naar de laser. Daarna ben ik lekker vrij. Ik moet vanavond even een campagne opnemen. En Jan en ik gaan even een hotel verder boeken voor Bali. Naar een resort. En volgende week gaan we dus naar Edinburgh. Ook heel erg leuk. Ook vol zin in. Dus ja, kijk, daar is hij. Daar is hij. Het mannetje. Voel je weer helemaal goed, schat? Ja. Goed zo. Dat is fijn. Even ontbijten. Dat is 3 rijstwafels met hummus, sriracha, avocado en een per ding. Een plakje kipfilet en een gekookt eitje. Lekker. Hallo mensen. Ik ben onderweg naar de laser. Ik heb er zin in. Ik ga gewoon elke keer zo in de auto zitten en dan zie je die dikke onderkin niet als ik dit shot gebruik. Nu lijk ik op een soort van... Ik weet niet waar ik op lijk. Mijn haar is nu in een knotje, maar als ik het los doe, dan is het zo'n mooie kleur. Moet je opletten. How amazing is this? I love it. Ik heb even een knotje gedaan, want het is niet heel schoon meer. Want ik heb natuurlijk gespot vanochtend. Maar ja, ik wil dus het liefst mijn haar maar 2 keer per week wassen. Dus dan doe ik altijd gewoon even knoeien, tenzij ik een meeting heb of zo. You know. Maar het is alweer woensdag, mensen. What the fuck, man? The time is going fast. Nou. Dat. Tot zo bij de laser. Zo, waar zijn we mensen? Wat is het fucking koud. Zo, we zijn weer klaar. Oh, het vindt altijd zo chill. Dan hoef ik weer 2 maanden niet te komen. En dan ben ik helemaal lekker haarvrij op vakantie. Ik ga even dit spel proberen. Dit heb ik echt super vaak gekregen dat we dit moesten spelen. Dus dat gaan we even lekker doen. Zo, meneertje Jel, die heeft weer heerlijk gekookt. En wij zitten even in mijn podcast, of de podcast van mij, Steven Jan, te kijken voor feedback. Wij gaan even lekker eten. Oh, ik zie niks. Links! Sorry. Rechts. Links. Ah. Je moet in het raam, denk ik. In het raam. Alright mensen, wij gaan lekker slapen. Peace from us.
Goedemorgen mensen. Jeetje, sorry, ik wil echt weer zo slecht opstaan vandaag. Maar het is wel gelukt. En ik ga zo recyclen, gezellig aan het ICD. En vanavond komen mijn vriendinnen hier eten. Ik heb dus letterlijk nog nooit mensen gehad die hier kwamen eten. Ja, in de zomer een keertje met toen konden we in mijn tuin zitten. Nu moet ik mijn huis echt vet erg opwarmen. Maar het wordt wel gezellig. Oh, ik ben zo lang niet in de vlog geweest. Nee. Hey! Waar is er weer? Oh, jij kijkt heel lief. Ik kijk echt alsof ik dood wil. We hebben het gedaan. Het was ook heel erg zwaar. Ik ben niet. Maakt het jou ook ziek? Allemaal buur blijven jij, mens. Ik love weer. I love it. Ja, het is echt wintersport weer. Wat ga jij doen? Ik ga nu naar huis. Jelle wakker maken, ontbijten. En dan genieten. Jee. En jij gaat naar de kapper. Ik ga ook naar de kapper. Naar Moji. Leuk. Cute. Nou, doei. Doei, bestie. Doei. Jelle. Alright mensen, Jelle staat even hier achter mij op te vouwen, maar ik ga nu weg. Ik heb een hele leuke meeting namelijk. En daarna heb ik ook iets heel leuks, maar dat kan ik helaas niet in beeld brengen. Dat komt vanzelf. En echt zo cute. Ik zag net dat Quinty Mizijan voor mij in haar story heeft gezet dat mensen op mij moeten stemmen. Maar zij is dus zelf voor dezelfde categorie genomineerd. Nou, dat vind ik echt zo lief dat ze dat doet. Want mensen, ik moet gewoon winnen. Dus heb je dat nog niet gedaan? Stem. De link staat hier beneden. Ja, dus dat. Spannend. En leuk. Alright, ik wilde gaan fietsen, maar het sneeuwt de hele tijd. Af en toe wel en dan weer niet. En er is één ding wat ik niet wil en dat is op mijn bek gaan. Want dat heb ik met deze fiets helaas nu al veel te vaak meegemaakt. Dus Jelle die brengt mij eventjes, dat is hartstikke lief. Oh, het is koud mensen, joh. Vreselijk. I don't like it. Ik heb een lekker petje op vandaag. Dat is wel leuk. Want ik heb een beetje vet haar. Ik vind het wel fashionable en ook bijkleurend vest. En mijn Gucci baga. Leuk. Nou, doei. Alright mensen, het was echt een superleuke meeting. Daar word ik altijd helemaal enthousiast van. En mijn kinderen heeft nu weer opgehaald. Hey schatie. Hallo. En we gaan nu door naar een afspraak die we samen hebben. Relatietherapie. Nee, maar grapje. Alright, wij zijn weer thuis en we hebben het hele huis opgeruimd. It's very clean over here. Nou, die afspraak van net was hartstikke leuk. En we gaan nu gewoon lekker even chillen. En om 6 uur komen wij besties eten hier, dus dat wordt ook gezellig. Oké, mensen, ik zit hier gezellig aan mijn tafel. Ik zit letterlijk nooit aan deze tafel. Jullie hebben mij hier nog nooit gezien. Nee, maar ik zit hier gezellig met de meiden. En die komen gezellig hier eten. En Jel is zo lief om te koken. Bedankt, Jel. Zo, we hebben lekker gegeten. Door mijn man. En wij zitten nu weer. It takes two te spelen. Maar ik ben bang dat we het al bijna hebben uitgespeeld. Het vinden allebei heel jammer, hè Jel? Grandioos. Maar als mensen kijken en weten... Ik ga er trouwens even mijn story zetten of er een vergelijkbaar spel is. Ja. We gaan lekker slapen mensen. Tot morgen. Ik was net tegen Jelle aan het vertellen dat ik het zo jammer vind dat hij nu weer moet werken. Terwijl ik net zo lekker gewend ben aan zo lang samen zijn. Maar goed. Jij moet ook werken. Er zijn erge dingen op de wereld denk ik wel, maar toch Jel? In ieder geval jij denkt ik moet dat nog even... Ik moet nog even in mijn kopje komen. Staat lekker. Morgen wordt weer lekker trainen. Goedemorgen. Oeh, nou altijd als ik dan begin met praten, begin ik te gapen. Ik weet niet hoe dat komt. Het is vandaag vrijdag. Dus dat betekent dat ik morgen lekker ga... Of vanmorgen, dat ik vandaag even lekker ga trainen met Lau. Ik moet echt nog even wakker worden. Maar goed, we gaan er wel weer voor. Rust. They see me rolling. Wanneer heb je nou een pompmodule nodig? Sta op, sta op, sta op en voel je lekker bij. Intrekken, spijt, sluit. Kom je mee, slingen. Hè? Hij slingert zo van dat touw, zo hup naar die basket en weer terug. Zo mensen, ik ga nu weer naar huis. Oh, ik heb zoveel spierpijn van de afgelopen dagen. Het is best wel heftig af en toe dat intensieve trainen, maar wel heel goed natuurlijk. We hebben vandaag gewoon even wel effectief getraind, maar niet super belastbaar. En ik ga dus het hele weekend niet drinken, jongens. Ik vind het een uitdaging. Heb jij een drankprobleem? Nee, zeker niet. Maar goed, doei. Ik zie jullie thuis. Zo, ik heb even gedoucht. Dus ben ik even koffie aan het maken. Dan ga ik wel chillen en dan ga ik straks mijn haar helemaal lekker feunen. En heb ik podcastopnames. Zin in. Zo, ik heb even mijn haar gefeund en ik ga hem nu even verder klaarmaken. Want Stefan is hier over een half uur. Dus dan moet ik klaar zijn. Zo, dit is de outfit. Ik hoop dat het niet te koud is. Ik heb het nu namelijk echt fucking heet. Dus ja...
Oké, mensen, ik zit nu in de auto bij Steef, maar hij heeft dus een nieuwe auto. Nou, het is een geweldig ding, joh. Ik ben jaloers. Hoe is het met de omervlogkijkers? Ja, de omervlogkijkers vinden het nog steeds leuk. Echt? Ja, denk ik hoor, want ze kijken nog steeds. Bizar, joh. Ik denk dat ze jou ook hebben gemist. Gelukkig maar. Maar echt een mooie auto, Steef. Ja, hè? Prachtig. One day. Me. Je zit ook lekker ver weg van elkaar, weet je wel? Nee, dat is niet zo. Ik kan gewoon nog zo doen. Okay. Hij is 2 meter breed. Jezus, joh. Nou, dan pas ik er net in. 1 bil. Ja, echt hoor. Want die dikke reet, jongen. Oh. Wij gaan hier lekker naar de podcast. Doei! Ze zit helemaal vol in deze kamer. Dus moest ze wel naast mij zitten. Ja, kijk. Ja, maar ik wil niet zonder jou zitten. Right, mensen. Zijn we er klaar voor? Oh, is dit oma vlog? Oma vlog. Hey! Ho! Hey! Ho! Oké, mensen. Ik ben thuis. Het was een enerverende dag. Ik heb vanaf de verf van Sam. Ik moet zeggen, ik ben echt heel moe, dus ik moet nog heel even... Oh, kijk! Maar ik denk wel dat ik even een uur ga, maar ik ga denk ik gewoon met de auto. Ik heb een lekkere salade besteld met falafel erin. Falafel! Mijn reet! Dus dat ga ik allemaal lekker opeten en zo. Bedankt voor het kijken van deze video. Sorry, ik werd even onderbroken, maar ik wilde even mededelen dat er volgende week zondag geen video is. Helaas, door werk gaat dat niet lukken. Maar ik wilde wel zeggen dat ik het weekend naar Edinburgh ga. En dat ik daar een aparte vlog van ga maken. Dus niet deze week komt die online. Maar niet aankomende woensdag, maar de woensdag daarop is de Edinburgh vlog. En dan die zondag komt er gewoon weer een oma vlog. Dus dan zijn er lekker 2 vlogs in de week. 1 special op vakantie en eentje gewoon lekker in mijn week hier in Nederland. Voor nu sluit ik de vlog af. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Hou van jullie. En ik zie jullie dan niet volgende week zondag, maar de woensdag daarna. Doei!